is wel weer heel anders. Maar ik vind het wel. Ik vind het nou nog leuker, want verleden jaar snap ik er echt helemaal niks van. En nu een heel klein beetje. Volg je het thuis? Jawel, ja? een beetje wel. Niet alles. Niet alles. Hoe ziet het algemeen klassement eruit op het ogenblik? Oh, dat weet ik niet zo goed. Maar ik weet wel dat Armstrong met 2.30 of zo voor ligt. Daar sla je al vele Nederlanders hoor. Daar word ik toevallig vanmiddag. Maar ik vroeg me namelijk af, waarom gaat hij niet elke keer winnen en zo. Maar daar hebben ze een hele strategie voor en zo. Maar hij ligt zo ver voor dat hij kan niet meer verliezen, behalve als hij valt. Of als Cheryl een keer niet zo goed gekookt heeft of zo, dat hij dan... Dat is zo, ja. Maar koken is heel erg belangrijk. Ja. Stefan zei al, je komt als renner die dus 11 keer die Tour gereden hebt, kom je altijd terug in een huis dat je kent. Ik bedoel, je doet de deur open en dan weet je dat de trap gaat naar die kamers waar je altijd geweest bent. Zo was het vandaag ook. De heer Rooks op herhaling. Daar komt het in feite op neer. Oh ja. Ja, nog? Valt mee. Valt mee? Nog niet. Pedro Delgado is hier de gesprekspartner, terwijl hij natuurlijk wel Robbie McEwen had herkend. Rooks en Delgado waren vroeger ooit teamgenoten. Wie gaat winnen in Rebel? Hij had ook zoiets. Of een traject uitzoeken, ja, of niet? Nee. Ja, wat denk je ervan vandaag? Het is veel te lang. Ik vind het jongen, kom op, man. Ik zit er al 3 weken tegenaan te hikken dat het 240. Op deze rit een beetje tegenaan te hikken. Moet ik je eventjes motiveren, hè? Ik ben wel gemotiveerd, maar ik vind het jammer dat beetje dat spanning erop. Het is hetzelfde resultaat, hè? Dat kan ook gewoon 180 kilometer. Ja, daar heb je gelijk aan. Het is natuurlijk nog wel een etappe, maar... Het is de eerste etappe dat je 100% kans hebt. Ja, exact. Denk ik. Morgen is het toch wat lastiger. Het is zo de finale. Ja, we gaan straks in Parijs aankomen. Hebben we wel geteld 1 kans gehad. Dus denk ik. Iedereen was het er vrij wel over eens. Dekker zou dus vandaag mee zitten. McEwen zei dat, Dekker zei dat, Rooks zei dat. Dat wisten we van tevoren. We gaan straks naar de etappe kijken, maar dan kijken we ook meteen naar de gast die bij de finish stond. Waar kijkt een artiest naar? Daniel Lohuus loopt dan tussen het publiek. Er is geen Fransman die ooit van Skik gehoord heeft, die ooit van zijn nieuwe plaat Lohuus en de Louisiana Blues Club heeft gehoord. En zo'n vreemde vogel, niet eens in tuinbroek dit jaar, loopt dan tussen de mensen door en beleeft zijn wielrennen. Dat gaat zo. De classement général et les bravos du public de Rebel. Voilà Lance Armstrong, félicité par Bernard Hinault, par Alain Chatillon, de Rebel, par quelques instants, par le bravo du public. Dat is een cool motherfucker. Ja, een mooie kerel die Lance Armstrong. Ja, ik vind dat mooi hoor, dat je dat zegt. Een cool motherfucker. Een cool motherfucker. Ja, hè? Ja, dat vind ik echt. Ja. Hij heeft de uitstraling van een groot artiest. Hè? Ja, ik vind hem echt gek. Als hij daar staat. Dat zei ik vorige keer geloof ik ook. Hij lijkt ook een beetje Bruce Springsteen, vind ik. Op een of andere manier. De Bos. Ja, dat noemen ze hem ook. Hè? Ja, ik vind hem echt... Maar is het alleen zijn uitstraling? Hij kan ook vrij aardig fietsen, hoor. Ja, nee, dat vind ik ook. Ja, nee, absoluut. Nee, maar misschien dat hij daar wel... Hij is wel cool, vind ik. Hij staat daar zo... Ja, nou doe ik weer zo'n trui aan en dan... Ja, maar en dan ook afgevoerd worden in die auto met die geblindeerde ramen en zo. Dat heeft wel iets heel speciaals. De anderen doen dat niet? Nee, die gaan op de fiets naar huis. Kijk. Zoals het hoort. Dat is ook wel stijlvol. Dat wist ik niet. Ja. We gaan dames en heren naar de etappe van vandaag. Het is etappe nummer 17, als ik het goed heb. En we wisten met z'n allen bijna zeker dat er een lange vlucht zou komen. Want we rijden naar Revel en daar is het warm en lang. Kleude rijdt met een manchet, want hij heeft zijn handwortelbeentje gebroken. En na 14 kilometer is het te veel voor hem. Andreas Kleuden, de nummer 2 van verleden jaar, gaat eruit. En dan krijg je zo'n lange etappe. Botero denkt aan Colombia. Dat kan je aan alles zien. Heel ver weg. 5 jaar geleden zat hij met Dekker in de kopgroep. 5 jaar geleden won Dekker. Werd Botero gepakt. En Dekker komt ook in een kopgroep. En u ziet de voorsprong. 23 minuten en 16 seconden. En het is een kopgroep van velen. Velen. Federico, Arvesen, Dekker, Da Cruz, Rubiera, Savodelli, Sevilla, Davis, Hinault, Scioni, Augé, Tanking, Grigi,
Lofquist, Grifko, Dumoulin, Gerrans. U hoort van alles door elkaar heen. Dit heet dus ratatouille in de wielrennerij. Iedere ploeg had wel iets. En het duurde. En de tournesols draaiden met het peloton mee. Want het is zo'n etappe die geschreven staat op het lijf van de renner die durft door de warmte te rijden. En de warmte wordt te groot voor sommigen. Opvallend overigens dat twee man, terwijl Dekker zegt ik ga vast, dat twee man van de ploeg Discovery Channel meegaan in deze lange vlucht. Ze hebben goede benen, ze hebben durf, ze hebben panache en ze gaan mee. Dekker scheurt als het ware het peloton open. Het peloton van de 17 die vooruit zitten. En hij kijkt waar die uitkomt. Hij weet wat het is om daar te winnen. Tanking en Dekker, is dat niet mooi? Twee Nederlanders op die warme, stoffige wegen op weg naar misschien wel de eeuwige roem. Wat een toeretappe winnen, dat telt nog altijd. Dat telt zeker in dit jaar. Maar er niet zo heel veel weggelegd is voor, laat ik zeggen, de kleinere. Hoe is het daarachter? Laten we eens kijken waar Daniels bos zit. Daar is de bos. Hij lacht een beetje. Hij is omringd door de zijnen. Voorin. Ja, als er één keer gedemareerd is, dan word je nooit meer vrienden. Oscar gaat mee. Oscar Sevilla. Dat kleine, ranke, Spaanse jongetje. Er is al een verschil van 44 seconden. Waar zijn de onze? Waar zijn Tanking en Dekker? Kunnen ze zich nog staande houden? De groepen verstaan elkaar niet meer te best. En door de korenvelden en met de zonnebloemen erbij rijdt men door. Kijk, dit is prachtig. Vroeger klommen ze over de hekken. Nu zijn ze behendig en snel onder het ene hek door. Want je weet het, als de trein komt, moet een renner wachten. Hier is de Tucker Pur Sang op 8 kilometer voor Revel. Tanking probeert het. En het kloppend hart van het Nederlands wielerleven klopt met hem mee. Zal hij het halen? Kan hij het halen? Nee, hij kan het niet halen. Hij is net niet sterk genoeg, want Sebastian Hinault komt over hem heen. En hij moet zo afzien. Die trein overigens, die trein, ja, dat is er eentje. Die moet stoppen voor de renners. Zo is het. Zo zou het moeten zijn. Maar het is natuurlijk andersom. Dan gaan we weer naar die finale. Savoldelli, Arvesen, Hinault en Gerrans. Gerrans heeft u nog nooit van gehoord. Dat is een skibby. Dat is een Australiër. Arnesen is een Noorse afmaker. Savoldelli is een knecht. Een meesterknecht van Armstrong. En Hinault is meer dan een knecht voor Hoeshoft. Arvesen gaat heel hard aan. Savoldelli kijkt. Hinault had verschrikkelijk gedesillusioneerd lopen. En dan gaat Arvesen op de overwinning af. Tenminste, dat denkt iedereen. Want die Noor, die ramt daar die spieren uit zijn dijen. Maar dan komt Savoldelli. Hij kon toch alleen maar dalen, dachten wij. Nee, hij kan ook nog winnen. En het is weer een overwinning voor eentje van de Armstrong-ploeg. De tweede keer dat dat gebeurt. Hier komt Bram Tanking met een achterstand van 51 seconden. Achter Sevilla binnen. En dan moet je een hele tijd wachten. Je kan naar helemaal naar het terras gegaan zijn. Je kan terugkomen en dan zie je nog een keer de grote meesters. Er is een all-star break met Ulrich, Armstrong, Vino en Mazzoleni. Daar wordt al gevierd met de man van de dag. De winnaar van de Giro d'Italia. En dan, nou, ik zeg het nog een keer, 22 minuten en 28 seconden. Dan komt de all-star break binnen. En hebben we het verdict van Paul Revel met Savoldelli als winnaar. Weer een overwinning voor de ploeg van Armstrong. En Armstrong zelf wint niet. Zulke etappen zoals vandaag verreden zijn, die zijn, en dat gelooft u waarschijnlijk niet, onvoorstelbaar moeilijk. En ik kan dat maar aan één man vragen. Het peloton ligt op apengapen. En dan moet je zo gaan rijden. 239 kilometer. Hoe voel je je dan? Ja, hoe voel je? Het is de motivatie uiteindelijk die een renner zeg maar, heeft bepaald. Welke uitslag die nog maar zou de, kunnen de motivatie boeken. Om Parijs te halen is het dan? Ja, maar ook als je... Iedere renner die krijgt een rondeboek bij de start van de proloog. Of voor de start eigenlijk al. En dan kijk je gewoon, wat zijn mijn kwaliteiten? Waar ben ik goed in? En waar? En ik zoek mijn etappes uit. En natuurlijk heb je je rol als kopman, als knecht in het peloton. Maar toch... In de achterhoofd hebben ze toch zoiets van, er komt een moment, die etappe, die ga ik dan toch een keertje uitzoeken. En dat probeer ik gewoon. En je ziet gewoon dat de ploeg Armstrong alles beheerst. Dus ze laten gewoon groepen wegrijden. En hij stuurt nu ook zijn knechten mee, of eigenlijk zijn helpers. Ja. En het zijn sterke helpers. Dus er gaat elke dag een groep wegrijden. Dat weet iedereen eigenlijk wel. Alleen, ja, wie is er nog fris?
Dat wou ik dus dat zeggen. Ik wou zeggen nou, dat driekwart van... Dat heb jij goed zit, maar je wilt graag... En dat is natuurlijk, dat zie je ook met Dekker. Je zit in gesprek, je moet hem eigenlijk motiveren. Maar hij weet ook wel dat dit zijn enige kans is. En dat gaat ook. Alleen ja, hij heeft de benen niet meer. Hoeveel renners van de 165 die er nu nog zijn, zijn er nog fris? Ja, dat is misschien 20%. De rest is gewoon officieel naar de vaantjes. Officieel een beetje kapot, ja, ja. Als het ware. En natuurlijk zijn de toppers ook wel een beetje, hebben het ook wel een beetje gehad, maar er is nog een strijd voor een podiumplek. Dus die moeten natuurlijk toch een beetje mentaal nog sterk zijn om die tijd eraan te kunnen. Armstrong is sterk genoeg. Armstrong is zelfs in staat om tegenwoordig te praten terwijl hij fietst. Dat merkte een van de cameramensen van de Franse televisie. Hij pendelde langs het peloton. Say hi to my wife and baby. Hi Melanie, hi Julia. Love you guys. Leuk hè, al dit soort sentimentele gevoelens komt nu ineens op in die laatste week. Dat zie je aan alles. Je ziet ook vermoeidheid aan andere renners af. Vanochtend voor de start. Je zal maar de ploeg van Jan Ulrich zijn. Je zal maar zo geweldig op je donder hebben gekregen zoals deze ploeg in de ronde van Frank. Oh, ik moet eerst even het algemeen klassement. Dat is waar. Laten we even nog die cijfers zien, want die staan er dan. Waar is het algemeen klassement? 1, 2, daar komt het. Armstrong, Basso, Rasmussen, Ulrich, Mancebo, Leipheimer, Vino, Evans, Landis en Moreau. Dat zijn de top 10 en die mannen willen op die plaats staan. En dan gaan we terug uit dat klassement. Dat weten we nu. Daar fietsen we morgen mee verder. En dan herhaal ik die vraag. Je zal maar in die ploeg zitten. Je zal maar aan weer een etappe moeten beginnen terwijl je weet dat een van jouw mensen geblesseerd is. Terwijl je weet dat je niet echt goed rijdt. Terwijl je weet dat je aangevallen hebt. Terwijl je weet dat je eigenlijk nergens komt. De ploeg, voordat de etappe begon. Ik bedoel, plaatjes zeggen zoveel. Kijk maar. Hier hoef je toch eigenlijk niks bij te zeggen. Dit is wat Steven net bedoelde. Zit mijn fiets wel goed? En dan moet je eens naar de ploegleider kijken. Die komt zo. Kijk eens naar het hoofd van Walter Godevloot. Oei, oei, dan zijn die laatste dagen lang. Kleuden geeft op, praat met de Duitse televisie. De hand is gebroken. En dan wij. In Deutsch. Natuurlijk, Holländisch kan niet leider niet, zei hij. Dat heb jij ook gehad. Ik kan me herinneren dat jij ook wel eens voor ons wegreed. Jij was ook zo'n kreng. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, als je natuurlijk... Kleude heeft natuurlijk een topseizoen verleden jaar gehad in de Tour. En dit jaar loopt het allemaal wat minder. Heeft veel op kop moeten rijden. En dan, haat je die mensen met die microfoons en met die camera's. Lig je op de grond, heb je iets gebroken en dan moet je de Tour verlaten. Ja, dan ben je natuurlijk niet gemotiveerd om... daar antwoord op te geven. Alle minuut, terwijl het wel heel belangrijk is uiteindelijk. Het schiet me niet... Je zit in een situatie... Ik moet zeggen dat ik dat nu nooit meer zou doen. Maar toen was ik kan me er één herinneren. We hebben dat beeld nu niet voorhanden. Nee. Maar ik denk dat we dezelfde weten. Jij komt over de finish. Het is een bergetappe in de Alpen volgens mij. En je bent helemaal officieel weg. Ja, en je draait je om net over de streep. Sestière was dat. Juist. Zie je wel? Boeven weten alles. Zie je dat, Daniel? Nou, hij is niet een boef, maar ik bedoel... Maar je had geen enkele zin in 250 kilometer. Dat weet ik nog goed. Ik heb tot 9:30 op bed gelegen om te herstellen. Om überhaupt iets te kunnen eten. Dat ik denk, ja, volgende dag is Alpe d'Huez. Dus toen wist ik eigenlijk al dat de uitslag van het algemeen klassement naar beneden zou lopen. En dan heb je dus geen enkele zin om dat hele journaille op je af te zien komen. Nou, maar daar was ik op dat moment ook te moe voor. Ik was echt helemaal tot het einde gegaan. En het is niet zo dat je op dat moment niet met de pers wil praten. Maar ja, ik heb nu zo mijn rust nodig. En ik had al een uur of anderhalf uur niks meer kunnen eten. In de wedstrijd al, ook niet meer gedronken. Dus ik was gewoon helemaal leeg. En
Ja, dat heb ik ook, de gevolgen heb ik ook gevoeld de dagen later. Er zijn mensen geweest die hielden mij gisteren aan en toen kregen we het over eten en drinken van renners. En toen zeiden ze van, valt een renner af in de Tour? Rennen valt. Er zijn zelfs renners die nog steeds aankomen, maar er zijn ook renners die afvallen. Dat is Ulrich, maar beetje scherp aan het worden. Wat je zegt. Nu is hij scherp aan het worden, maar het is de derde week. Hè? Het had al twee maanden eerder moeten hebben. Heb jij wel rondes gereden dat je thuis kwam, dat je... Ja, nou, ik was natuurlijk altijd wel vrij mager. Maar viel je af? Ik viel niet echt meer af, want ik was natuurlijk al tegen de limiet aan dat ik de Tour in ging. Dan had ik nog een half kilo speling. En toen ik de Tour uitkwam, ja, dan zat ik echt aan de 69, 70 kilo. Daar schommel ik dus in, maar ik ben 1,86. Daniel, zullen wij hier maar over... Thuis zelf niet over zwijgen. Zullen wij hier maar over ophouden? Hij zat een half kilootje boven de limit. Het is toch verschrikkelijk. Ik zou daar niet mee kunnen. Dat is toch ook waar? Ja. Wanneer was dat? En hoe deed je dat? Ja. Rooks is nu heel anders geworden. Nu beheerst hij ook de techniek van de camera en van de microfoon. Rooks versus Dekker. Wacht. Ik hoorde de samenstelling van de koproep. En Erik Dekker zat erbij, dus ik kreeg een smile op mijn gezicht. Ja. Ik ook. Hoe voelde dat? Dat was goed. Vertel je verhaal. Hoe ging dat naarmate de finale vorderde? Ik vond het al knap dat ik erbij zat. Ja? Eigenlijk. Ja, maar het was wel de etappe die... Ja. Tenminste, gesleept was voor je. Dus ja, goed. We hebben helemaal niet gereden in de koproep. Dus ik wist ook niet of het goed of slecht was. Dus ging ik er maar vanuit dat het goed was. Maar na mijn eerste demarage dacht ik van... Dat had ik niet moeten doen. Was dat de tactiek van ik zal openen? Want... Ja, okay. Meestal is het toch een ik beetje, wou ze verrassen. Een beetje ik denk, vroeg, ook vroeg, 40 kilometer. Ik wou ze verrassen met mijn goede benen, alleen was ik opeens kwijt. Ja. De heer Dekker is dus aan, die deed wat hij moest doen. We zitten in de derde week van de Ronde van Frankrijk en we hadden eens gedacht van hoe zit het leven eigenlijk in elkaar? Is de Tour leven of overleven? Allebei. Toch, ik vind... Als je eraan begint, is het, ben je ontzettend in leven, zeg maar. En op het moment dat je half weg bent of je hebt een periode afgelegd, dan is het, gaat het in één keer in overleven. Dus het is... iedere renner die start wil het einde halen. Dus het is gewoon wat dat betreft misschien wel iets meer naar overleven toe. Daniel, als jij op tour gaat en je treedt iedere avond ergens op en je reist in een klein pokkenbusje met je bent, is dat leven of overleven? Ja, dat is een goeie. Dat is vaak wel overleven, maar dat is ook wel leven hoor. Dat is echt even ervan nemen en echt... dat is natuurlijk ook wel een boel vieren, zeg maar. Ja, maar on the road zijn. On the road zijn is niet altijd even leuk, nee. Wat is daar het niet leuke aspect aan? Nou, dat het... Ik heb er altijd al een hekel aan gehad als muziek door elkaar gaat of zo. En als je op zo'n festival staat, dat er dan muziek allemaal door elkaar. Je zit in zo'n kleedkamer en heel harde muziek die je niet zelf opgezocht hebt. Dat vind ik altijd heel vervelend. En voor de rest, het... ik probeer het zo in te richten dat het niet een sleur wordt, zeg maar. Dus dat je ene keer dit doet, andere keer dat, andere keer zus, andere keer zo. Maar wat deze jongens doen is, ochtends opstaan, ja. De koersbroek aan, rijden, 's avonds de koersbroek uit, proberen te slapen. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld in een studio is dat ook zo. Als je een cd maakt? Ja, dan gebeurt dat ook zo. We hebben ook wel eens met Skrik bijvoorbeeld, daar zaten we bij elkaar twee maanden in de studio. Een maand opnemen, een maand mixen. En dan is dat ook zo. Broekje uit en gaan. Ja. Ja. En dat is wel heel heavy. Maar ik vind het wel heel mooi, maar dan kom je uit zo'n studio en dan ben je twee maanden met details bezig geweest. Met zulke kleine details, dan kun je het normale leven niet meer aan. Dan kom je bij de kruidenier en dan zit er bijvoorbeeld een stickertje andersom. Dan ben je echt in staat om naar zo'n man toe te gaan van... Hé, man, de stickertje zit andersom, weet je wel. Als jij uit de Tour terugkomt, is het leven dan veranderd? Kan je dat direct oppikken? Ja, wij hebben niet zoveel keuze. Ja, maar heb je even aanpassing nodig? Ik bedoel, je komt thuis, je komt in een huis binnen. Dat was jouw huis een maand eerder. Ja. Ja. Je hebt in ieder geval niet meer dat je 's ochtends op dezelfde tijd opstaat. Dat je een broodje neemt of muesli moet nemen op bepaalde tijdstippen. Pasta moet eten op oncurante tijden. Maar goed, je zit natuurlijk gelijk, moet je de criteria rijden. Dus je moet je gelijk weer, of moet, maar dat is wel een keuze. Mensen
Ze zitten enthousiast naar je te kijken, dus die willen ook graag de persoon in kwestie bij de criterium zien. Maar dan krijg je dus een andere ritme. Ander ritme, ja, dan is het avonturen. Dat ben ik met name benieuwd. Dan fiets je dus 's avonds, dan ben je dus artiest geworden, zeg maar. Wat doe je dan overdag? Leef je dan gewoon? Nou, in de eerste week is dat veel slapen. Echt veel slapen. Dan ben je echt aan het bijslapen eigenlijk. Je slaapt in de tour wel, maar je lijf is eigenlijk toch een beetje versleten, zeg maar. Waardoor je moet slapen, maar je bent ook weer aan het trainen. Het is toch weer een heel ander ritme, dus je probeert dan toch in de middag een uurtje op de fiets te zitten. Om dan toch even de beentjes los te rijden, om te kijken of het s'avonds weer gaat lukken. Oh ja. Er is een bijna gouden wet en die zegt dat renners in de Ronde van Frankrijk in de derde week bijna niet meer slapen. Dat moet jij herkennen. Zeker als het dit soort omstandigheden zijn in de regio waar we nu zitten, is het echt warm. En dan heb je hotelkamers waar het niet altijd koel is. En ja, dan probeer je wel te slapen en dan slaap je eigenlijk periodes. Half uurtje en weer wakker. En je gaat naar het toilet, je hebt eten en je hebt trek. En je komt om van honger eigenlijk en dan zoek je naar... Marsen, nutsen, drop, noem maar op. Of je gaat zwaaien nog eens een keertje lastig vallen in de nacht. Maar je slaapt bijna niks, hè? Te weinig. Ja, ja. Eigenlijk te weinig. Maar. En wat doet de artiest als die on the road is? Waar zoek jij je dan je heil? Potje bier? Nee, bier niet, maar... Nee, voorspelen sowieso niet. Voorspelen, dat is ook zoiets. Ik heet bijvoorbeeld nooit voorspelen. Nee. Maar dan, dat wil niet als je op het podium een uur lang echt heel hard erbij moet. Dat gaat niet, weet je wel. Dan hangen op een gegeven moment de slieren touwgay over de microfoon. Dat gaat niet. Maar helemaal dan met die Louisiana Blues Club, dat is echt... Vooral die drummer die heeft een beetje de Louisiana keuken meegebracht naar Erika. Ja. En dan wordt er wel veel gegeten. Ja. En zoek je het dan in drank s'nachts? Er wordt een barreltje gedronken, ja. Maar niet dat je zegt dat ik het daarin zoek of zo. Maar... Niet dat je jodelend opstaat? Nee, opstaan dat probeer ik altijd niet te jodelend. Maar dat is ook een ritme, wat jij? Dus ja, dat is zeker een ritme. Hebben allebei een ritme gewoon. Maar dat ritme, wat echt wel heel, het rock'n'roll ritme, zeg maar, daar wil ik wel voor uitkijken. Want daar zit je snel in en dat stond ontzettend af of zo, weet je. Want dat moet dan ook weer niet. Als ik opsta, dan ga ik eerst piano spelen, klassieke stukken oefenen, juist om... Lees je de krant, zeg? Ja, zeker. Lees jij de krant in de tour? Tour, bijna niet. Het is meer een deel, op het moment dat je in het dorp aankomt en daar ligt de equipe, dan blader je die eigenlijk een beetje heel snel door. Ja. Dat is natuurlijk ten opzichte van mijn tijd en misschien nu, qua laptop, internet, hebben ze natuurlijk wat meer communicatiemogelijkheden dan in onze periode. Dit is het leven, dames en heren. Het leven van mensen die in een ritme zitten. Het ene ritme op de bühne met rock'n'roll en de andere in de Ronde van Frankrijk. Die Ronde van Frankrijk die kende zijn tweede week in de Pyreneeën. Het einde van de tweede week en het begin van nu. En in de Pyreneeën zou het beginnen. Zou de aanval op Armstrong komen, maar die kwam maar niet. Steven Rooks, gekend bergspecialist, heeft voor ons drie momenten eruit gehaald die tellen. Dit is moment nummer 1. Dit was beslissend voor jou. Wat gebeurt hier? Ja, het is merendeel dat er een kopgroep toen is ontstaan. En Sylvie van Timon, dat zit mee. En Michael Bogart van de Rabobank, die is in deze rit ook van voren. Dus er waren voor hem uitermate kansen. Hij rijdt weg op een grote versnelling, dat is opvallend, hè? Het is wel opvallend, maar vaak is het een teken van een laatste prikactie. Op het moment dat renners minder rijden, gaan ze grotere versnellingen rijden. Op het moment dat ze echt in shape zijn, dus in vorm rijden, vele malen lichter. Hier wordt het. Pereiro rijdt eigenlijk ook heel erg groot. En dan, hier ging het jou om. Ja, dit was eigenlijk het mooiste shot. De Sevilla die eigenlijk voorbij wordt gereden door Pereiro en Hinkepie, die komt dan Ulrich tegen. Maar Ulrich kan eigenlijk helemaal de Sevilla niet houden. En daarvoor is Ulrich eigenlijk in de aanval gegaan. Het is merendeels een actie van, waar is je energie in één keer verdwenen? Is dat verdwenen? Dat was verdwenen. Dat vond ik wel gek. Dat was het beeld nummer 1 vanuit de Pyreneeën. We gaan naar beeld nummer 2. Dit vond Steven Rooks ook opvallend. Dit is het uiteenvallen van de kopgroep. Ja. Met... Het is ook zo'n creëren op dezelfde wijze. Ja. Dit zie je gewoon, die grote versnelling. Kautschuli blijft zitten. Die persoon in kwestie die heeft natuurlijk gewoon een topdag met een... dan zie je in één keer dat zo'n Hinkepie die dit. Als knecht... Ja, dit is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. En dan hier, deze man die wint. Heel weinig. Ja, dit is gewoon... Maar goed, als jij op de Galibier gewoon aan het tempo kan rijden... waar nog maar 10, 12 renners kunnen volgen... dan
als je dan meesluit in zo'n rit, dan moet je ook wel het af kunnen maken. Maar het is wel bijzonder wat hij laat zien. Het is, jij vindt het heel mooi. Bijzonder wat Hinkepie daar gedaan heeft? Ja, hij is een goede renner, maar hij heeft ook verklaard dat hij hier gewoon in de bergen gewoon met Armstrong samen heeft getraind. Hij is de enige die al die bergen Armstrong kan afvolgen, wil ik niet zeggen, maar die dat op kan brengen om hetzelfde te doen wat hij doet. Heel belangrijk. Ja. Beeld nummer 3 is de warwinkel die de ploeg van T-Mobile is. In beeld gevat is het heel erg simpel. Daar gaat Fino. Tja. Hij gaat tenminste steeds. Hij is een man van de aanval. Kijk. Maar dan in één keer zie je dus het hele team T-Mobile in actie en denk van ja, Fino Kurov, waarom moet een Ulrich, waarom moet een Kleude Gurini op dat moment nog achter Fino Kurov aanrijden? Snap je daar iets van? Doel? Snap je er iets van? Nee, in principe niet, want ik snap wel dat Ulrich uiteindelijk de kopman is, maar daar moet je bent aan het proberen in deze situatie om te kijken of er binnen de top 3 nog slachtoffers kunnen vallen. En daar moet je gewoon de anderen laten werken. De Pyreneeën zijn nergens gebruikt om Armstrong aan te pakken. Is Armstrong aan te pakken? Ze hebben het geprobeerd. Iedereen heeft het geprobeerd. Ulrich, Basso, alle personen waarvan we verwachten die mee zouden kunnen spelen, hebben het geprobeerd. Maar de persoon Armstrong is ja, gewoon te sterk. Er is gewoon geen twijfel mogelijk. Iemand die gewoon zo bezeten is geweest in voorbereiding en in de proloog er al staat, in de Alpen een tik geeft en ja, dat consolideert hij en houdt het gewoon vol. En 1980, dames en heren. De Tour van 80. De Tour van Joop. Het regende en het regende. En in de Alpen zijn we zo ver gekomen dat Joop onderuit is gegaan. Dat Van der Velde misschien wel de schuld van die gekke val kreeg, maar dat er een etappe later kwam. 80 dus. The winner takes it all. Easy. 14 juli 1980, de Franse feestdag en ook feest in Nijmegen, want de Vierdaagse is begonnen. Er is onrust in Zuid-Afrika en de beloofde weersverbetering blijft alweer uit. Het blijft 17 graden. De toerrenners moeten 242 kilometer over de Galibier, de Madeleine en de Jouplan. In Morzine wint een Fransman met een Spaanse naam, Mariano Martinez. Zoetemelk Joma's. Twee Nederlanders bij elkaar. Maar ze liggen niet voorop. Laten we dat vooropstellen. Joop. Hij heeft dus mensen moeten laten gaan. Waar is de Munk bijvoorbeeld? Belda is weg. Wielman is weg. Martin is weg. Ik denk dat de Munk daar net zo'n meter of 60 voor zit. We gaan kijken in ieder geval hoe we dalen. Prachtig. Maas achterop en daarvoor Joop. Joop daalt makkelijker dan Jo Maas, dat kunt u duidelijk zien. Die moet inhouden, die remt iets snel. En dan wringen ze daar die bochten door. En u ziet dat heel langzaam Joop bij hem wegloopt. Veel meer geroutineerd natuurlijk in dit spel, dit specialistenspel van het afdalen. Mariano Martinez, zoals gezegd. Lange vlucht. Hij was het die begon, kreeg later Christian Levavasseur bij zich. Levavasseur moest afhaken, gedwongen door een val bij de afdaling. Mariano Martinez bleef alleen achter. En dat betekent na Bernard Vallet tweede etappe overwinning voor deze ploeg. En ziet u hoe het verschil is tussen Joop Zoetemelk en Jo Maas? Joop verdwijnt daar in het loof, hup weg. Mariano Martinez, 31-jarige Fransman. Wint de 17e etappe, pak, de klok is in. Maar wij gaan kijken wat er daarachter gebeurt. Hoe de mannen zich daar houden.
Waar is Raymond Martin? Dit is Belda. Belda met Stevenen en Marten. En die komen binnen op 2.58. Dus nu is het af. Klokken voor Soetendak. Achter elkaar nu hier op de sprint. We zullen ze maar staan die hier volgen. Komt binnen Sven Aken Nielsen, Wildstein, Sesnek, De Munk, Soetemelk. Achterstand 3.14. Soetemelk heeft het moeilijk daar. Wordt direct omstuurd. Heeft het moeilijk. Zoetemelk had een slechte dag, maar hij houdt de schade beperkt. Henny Kuiper is de grote verliezer. Hij staat nu 3 minuten achter op Zoetemelk en kan de toeroverwinning vergeten. Dat was het jaar 1980, toen in Parijs Gerry Kneteman de arm van Joop Zoetemelk oppakte ten teken van ik heb met jou gewonnen. En jij was de ploegman die wij graag over de streep wilden krijgen. Gerry Kneteman, zijn naam zal morgen ook vaak vallen. Het was 1975 dat hij in Albi, waar wij morgen eindigen, waar hij zijn eerste overwinning haalde. 1 van de 10. En de naam De Kneet is nu gevallen. En nou wend ik me weer tot Daniel. Je hebt een andere plaats nu ingenomen, want je staat iets van ons vandaan. Je moet een artiest eigenlijk nooit vragen, Daniel, waarom die doet wat hij doet. Maar je hebt nu, zeg maar, een verklaring. Ja, nee, nou ja, waar we het al over hadden, dat gesprek met Kneteman vorig jaar. We zaten in zo'n busje en hij zat met zijn voet omhoog, want hij was net in zijn voet gestoken door een wesp. En we hadden het over iemand die het heel moeilijk had met zichzelf. En toen zei ik, meneer Kneteman, van, ja, ik snap dat niet zeggen met zulke mensen. Het is net als met het leven, het is net als met de fietsen. Je moet gewoon doorrijden tot aan de streep. En dat bleef maar de hele tijd bij mij zo maal. Ik denk, ja, en toen hadden we daarover. Toen zei hij, kun je daar geen liedje over maken? Doe ik. Deur in tot aan de streep. Ga je gang. De ronde van het leven giet af en toe zwoor tegen de bergen. Soms ging niet klaar, maar volgens de kneet zat hem hier in de kneep. Je moet gewoon doorrijden tot aan de streep. Afstappen kan niet, de wedstrijd gaat door. Soms ga je zo zachtjes en soms loop je voor. Kun je echt niet meer verder, neem een energy reep. Want je moet doorrijden tot aan de streep. Verwacht, maar ergens ligt en Petrus vlaagt af. Ik ging er naar leven, want ik begreep. Je moet gewoon erin tot aan de streep. Je moet gewoon erin tot aan de streep. Dankjewel, Daniel. Petrus vlacht af. Voor de een is dat wat eerder dan voor de ander. Daniel komt terug aan tafel. Laten wij maar meteen een beetje vaart maken en gaan kijken naar de prijsvraag van gisteravond. Eerst de opgave. Dit is een typische Ekimov move. Dit is een typische Ekimov move. Dus is de vraag, wat gebeurt er? Is het Ekimov die de etappe wint, Svorado of de Italiaan Cipollini? Wij noemden dat vroeger een Ekimovje thuis en hij was een van de weinigen die dat kon. Vlak voor de finish wegspringen en dan wegblijven. U heeft uw antwoord ingestuurd. Hier is het antwoord wat wij als goed ervaren. Svorada kan nog. Het is nog steeds Ekimov. Maar we zijn er nog niet. Daar komt Moncassin aan. Moncassin zit nu heel goed. Maar Cipollini zit in zoveel. Svorada. Ekimov is eraan. Svorada. Middendoor of Cipollini. Svorada of Cipollini. 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 Cipollini wint. Cipollini 1.
Het antwoord is dus C. Vaak plaatste Ekimov zo'n Ekimovje. Dan probeerde hij het. Maar heel vaak werd dat gecounterd. En in dit geval was het dus mooie Mario die wist te winnen. En de winnaar van vanavond. Tadaam! Bert Visser uit Deventer. Mag ik u hartelijk feliciteren hier vanuit de Wijnvelden. En zeggen dat u deze tas krijgt namens de NOS. En dat u meegaat voor de fiets van aanstaande zaterdag. Meteen maar doorgaan naar de opgave van vanavond. We hebben hem nog niet gezien. Ik ben ontzettend benieuwd, want ik wil altijd weten of ik het ook weet. Jammer voor de man in het gele shirt, Utsjakov. Hij wint, maar sprint onreglementair en wordt gedeclasseerd. De zege gaat naar de man rechts, Desbien. En dan vragen wij ons natuurlijk af, wat nu? A. Desbien wordt nog even goed boos op Utsjakov. B. Utsjakov wil toch het podium op. Of C. Er volgt een massaal protest van het publiek. Stuur uw antwoord naar het e-mailadres boven in beeld. De dagprijs is een NOS Tourpakket. En aan het